Increasingly, devices like printers and scanners are being connected directly to the internet. It's all very convenient, but is it safe? Je telefoon, je printer, de harde schijf, de kamer, alles wordt aan elkaar geknoopt. En dat is ook zo lek als een bandje. Medical files, financial information and trade secrets. They're all there for the taking. Das ist schockierend. Das darf absolut nicht sein. Die Geräte wurden falsch entworfen. Is this vulnerability in tens of thousands of devices compromising your security and your privacy? This is the Info Security Fair in Utrecht. Computer security has become a big concern for companies and individuals. As a result, it's also become a big business. The world's number one producer of computers and printers is exhibiting here. Hewlett-Packard has an annual turnover of $127 billion. Hoe belangrijk is veiligheid voor HP? Heel veilig, heel belangrijk ook. Kijkend naar de markt waar klanten storage toch een hele belangrijke... Storage is het opslaan van... Storage is het opslaan van data. Beschikbaarheid gewoon, de continuïteit van het bedrijf willen garanderen. Dan is veiligheid en security gewoon een hele belangrijke item. HP certainly stressed the importance of data security. But the latest domestic HP printers with built-in copiers and scanners are available with their newest technology, ePrint. And HP don't seem to be making the risks involved clear to their customers. Dat ePrint, wat is dat? Dat is het printen van een mobiel apparaat. Of in feite, door enkel een mailtje te sturen naar de printer, kunt u dus in principe, je printopdrachten ook bij de printer laten uitprinten, ook al bent u niet thuis. Dus als ik in een hotel zit in het buitenland, kan ik op kantoor iets uitprinten? Precies. Omdat die op internet is aangesloten. En ik zag op internet dat er ook zoiets als webscan is. Ja. Dan kan ik via internet ook scannen. Ja, uiteraard. Setting up webscan is simple with the touchscreen interface. In no time, the printer is wirelessly connected to our home computer. HP has taken the hassle out of getting started with your new printer with easy wireless setup. And our new wireless direct printing feature lets you give others access to your printer even if they're not on your network. To make all this possible, HP printers and scanners now come equipped with a so-called web server. Software that is able to broadcast to the internet. Unfortunately, these web servers aren't protected. The password function has been disabled. This means anyone is able to connect to the device. Only a well-protected router can then stop hackers. In most cases, any internet user from anywhere in the world can approach your printer simply by entering the network address in a browser. That would give them access to the printer and the built-in scanner, which could be switched on remotely. And because people regularly leave documents loaded into the scanner, there's a good chance these hackers will be rewarded for their efforts. This investigation found 32,000 accessible HP devices. Over the past weeks, we've been able to start dozens of scanners remotely and discover sensitive financial data, like this letter saying insurance company Aegon will pay someone 175,000 euros, simply left in the scanner. Elsewhere, we discovered a letter from the bank containing a new PIN. The owner of that particular HP device lives and works here, in Sittard. Is this your PIN code? Yeah. Yeah? Is this a brief die je hebt gehad van de Rabobank? Yeah, that is mijn brief. Heb jij een scanner van HP? Ja. Ja. Weet je dat die scanner op afstand te bedienen is? Ja, dat weet ik. Via HP ePrint. Ja. Ja. Voor iedereen in de wereld en niet alleen voor jou? Dat wist ik niet. Dat is zo. Oké. Dat wist ik niet. Schrik je daarvan? In dit geval wel, ja. Tens of thousands of unprotected scanners have now been sold, even though HP could easily have given them password protection in the factory. Waarom brengt u de privacy en de veiligheid van tienduizenden klanten in gevaar? Nou, kijk, we brengen de privacy van klanten, die brengen wij niet in gevaar. Het is zo dat wij... Nou, we hebben bijvoorbeeld dit aangetroffen op een van de printers. Ja. Een brief van de Rabobank met een pincode. Ja. Dit vind je gewoon bij mensen thuis, daar kan iedereen bij. Ja. Het is toch een enorme schending van de veiligheid en de privacy van die klant? Nou, dat klopt.
Maar dat is vergelijkbaar met het, op het moment dat je een auto verkoopt, dan ben je op dat moment, in hoeverre ben je dan verantwoordelijk voor wat een gebruiker doet met de auto. Je verkoopt een Ferrari, je kunt dan zeggen, let op, je mag in Nederland maar 120. Maar je kan niet voorkomen dat iemand toch harder gaat rijden en een boete krijgt. Ik weet zeker dat er bij HP mensen zijn die gezegd hebben, dit moet je nooit doen. En er is een wereld die alleen maar over time to market nadenkt. En die apparaten moeten zo snel mogelijk de markt op, want de concurrent heeft een nieuwere versie. Dus we gaan geen toeters en bellen inbouwen en moeten nu gewoon de markt op. En dat is de andere wereld. Alles staat gewoon default zonder wachtwoord. Is open. Het is aan de consument om er iets aan te doen. En de fabrikant zegt, wij maken het mogelijk om een paswoord in te zetten, maar dat moet de consument zelf doen als hij of zij dit wil. Maar dat is niet meer van deze tijd. Je ziet dat dit zo gevoelig is en dat de informatie zo op straat ligt, dat ook bedrijven hier eigenlijk niks van weten. Dus ik denk dat de fabrikanten, die zullen langzamerhand gedwongen worden door de publieke opinie, door dit soort zaken, om die zaak gewoon standaard dicht te zetten. Of in ieder geval een proces te starten dat iemand gevraagd wordt, wil je het wel of niet open hebben en wil je een wachtwoord instellen of niet? Ik heb hier de handleiding van die printer. Daar staat nergens dat je dat ding moet beveiligen omdat hij op internet staat uit te zenden. Ja. Nee, ja, dat is uw handleiding. Ja. Nee, ja, goed, ik weet niet. Ik ga het zelf niet over de handleiding. Maar ik heb u op dit moment een week geleden al over dit probleem geïnformeerd. En nu weet ik het nog niet. Ja. Nee, dat klopt. Aaron Leverett is in Luxembourg, appearing at a computer security conference. Leverett has a Cambridge doctorate and is now a cyber security consultant. His main concern is with the lack of concern the general public express about these issues. I think, you know, from my point of view, the biggest danger of these things is that people don't even realize these vulnerabilities. People don't even know that these devices are capable of doing these things and how exposed they are. Yeah. And again, it largely comes down to economics. The companies that provide these systems can leave them in a default state that is insecure because the cost of failure is not suffered by them. If you lose your, details of your credit card or whatever on a scanner, HP doesn't lose any money. So it's much easier for them to let that be your problem. HP are certainly not the only manufacturer guilty of taking these shortcuts. While Ricoh and Samsung do sell devices that are protected by usernames and passwords, the defaults are listed in the manual and are the same for all devices. There are also manufacturers who have their passwords enabled by default, but all the passwords are the same and it can easily be found in the user manual. Is that any better than having no passwords? Not much, yeah. It's basically the same, right? Because people who will take the time to get into these systems will check those passwords and they will find that they are open. Wat er nou toevallig onder de glasplaat ligt, dat is wat minder ernstig, maar sommige van die printers die hebben ook een geheugen. En daar kun je gewoon in de laatste 100 scans kun je komen. En dat wordt natuurlijk alweer wat problematischer. This is a feature of Ricoh printers. Almost 7,000 devices are exposed, with sensitive information open to the net. This is how Ricoh responded to this report. We weten dat een aantal machines openstaan. Dat zijn met name ook wel de wat oudere modellen die openstaan. Ja. Als je kijkt verderop in de lijn, dus dat betekent richting waar we nu zijn, dan is dat in feite uitgesloten. Als ik zeg dat ik een lijst heb met 7000 IP-adressen van toegankelijke Ricoh printers, wat zegt u dan? Het lijkt me veel, maar het zou best kunnen. Ik weet niet of die 7000, want ja goed, als wij kijken zijn het soms veel meer, maar dan kijken we over heel Europa heen. Dat zou best kunnen. Ik kan alleen maar binnenkomen bij u als de voordeur open staat. Als de voordeur dicht is. Ja, maar is het dan niet uw verantwoordelijkheid als Ricoh om te zeggen, dit zijn zoveel klanten die kennelijk niet de voordeur dicht doen? Laten wij dat dan maar op apparaatniveau wel beter gaan organiseren. Nee, want je weet niet wat de reden is dat de voordeur openstaat. Brother makes it even easier. Attempting to access the printer online presents users with a login screen. If a user is unsure of the username and password, the Japanese printer manufacturer is kind enough to offer some advice. If the printer's owner hasn't reset the password manually, it's simple to log in and take control of the printer. Is dat niet een beetje raar dat als iemand van buiten inlogt en die weet het wachtwoord niet, dan wordt het wachtwoord door de Brother printer zelf getoond? Oké, okay, nou als dat het geval is, dan zou dat vreemd zijn. Maar goed, nogmaals, wat u mij vertelt, dat u van buitenaf zeg maar de printer kunt benaderen, is voor mij nieuw. Dus ik weet wel dat als een gebruiker geen wachtwoord ingeeft, dat hij het standaard wachtwoord kan kiezen. En dat is inderdaad admin en access. Ja. Maar ja, ik ben niet mee bekend dat er vanaf buitenaf, zeg maar vanaf het internet, dus verbinding kan worden gemaakt met onze printer.
All kinds of electronic devices are connected to the internet these days, and their passwords are in the manual as well. AV Tech security systems are installed in thousands of European business premises. They're in bars, warehouses, and shops. And they all have the same default password and built-in web server. Dit is uw winkel, toch? Ja, dat ben ik. Ja, 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 ja. Ja, ik ben verbaasd dat je dat kan zien, ja. Maar goed, dat is dus het geval. Wat vindt u ervan dat iedereen via internet uw camera's kan bekijken? Nou, dat vind ik niet goed. Nee, vind ik niet een fijn idee. Heeft u iets aan de camera's gehad? Hebt u er wel eens dieven of overvallers mee kunnen pakken? Ja, ik heb één keer een terug kunnen kijken en heb ik een... het was in dit geval een jongetje van 8 die ik iets in zijn zak zag stoppen en 2 weken later daarop aan kon spreken. Hiermee kan een dief van tevoren de camera ook uitzetten. Hij kan de recorder uitzetten, zodat er helemaal geen opname meer is. Ja, ja, ja. Dat is toch raar. Dat is heel vervelend. Hij heeft gewoon waarschijnlijk dezelfde mogelijkheden die ik heb. Goedemiddag. Mag ik wat vragen? Ja. Is dit uw beveiligingscamera? Ja. Ja? Ja. Hé, maar hoe komt u hier naar bij dan? Nou, wij staan hier. Kijk. Ja, ik zie het. Schrikt u ervan? Ja, heel erg. Ik word nu echt helemaal naar van. Het probleem is dat... Een dief of een overvaller kan niet alleen meekijken, hij kan ook de recorder uitzetten. Ja, sorry hoor, ik heb even geen woorden en ik kan even... Nee, dat snap ik. Ja. Ik ben helemaal perplex eigenlijk. Ja. Ja, nee, dit is absoluut niet de bedoeling. Nee. We hebben net even doorheen zitten kijken naar die camera's en... je ziet mensen die zichzelf aan het beveiligen zijn, maar die eigenlijk hun privacy daarmee onmiddellijk op straat gooien. Op een manier waar ze nooit bij stil hebben gestaan dat het zo is. En dat is een droom voor inbrekers om te zien wat er aan de hand is, wat er gebeurt, hoe de security maatregelen zijn. Dus het is gewoon het uitlokken van inbraak eigenlijk. Want de inbrakersgilde is hartstikke goed in het monitoren van Twitter en dit soort security camera's. The Dutch importer of these systems gave the following response. In de handleiding wordt er ook zeker duidelijk op gezegd om dat wachtwoord te wijzigen. En als mensen het wachtwoord niet wijzigen, dan krijg je dit soort akkefietjes. Dat mensen eigenlijk helemaal niet weten wat ze doen. Die hangen maar eens neer en die zien wat beelden en denken van zo, we zijn klaar, we zijn beveiligd. En dan zijn dus de mensen zijn allemaal achterlijk? Mag ik er een simpel antwoord op zeggen? Ja. Als mensen niet de moeite nemen om een handleiding te lezen wat duidelijk in beschreven staat, in het Nederlands en in het Engels, ik denk al in 30 verschillende talen, dan zijn het gewoon domme mensen, ja. Leaving the idiots behind in Holland, the Ruhr University in Germany has the biggest cybersecurity department in Europe. Professor Parr is one of 10 professors. His subject is the safety of peripheral equipment. Wir haben zum Beispiel Überwachungskameras von AV Tech gefunden, die mit Admin zugänglich sind. Was halten Sie davon? Es ist, wie gesagt, eigentlich ein Skandal. Es durfte nicht sein. Technisch ist es durchaus möglich, dafür zu sorgen, dass das Passwort, dass das Anfangspasswort geändert werden muss oder dass das Anfangspasswort schon direkt stark gewählt ist. Aber so ein triviales Passwort wie Admin zu wählen, darf eigentlich nicht sein. Da gibt es kaum Entschuldigungen für. Das sind ja primär Sicherheitskameras. Das heißt, die Hauptfunktion von denen ist, in irgendeiner Form Sicherheit zu liefern. Gegen Ladendiebstähle oder Perimeter, also das Gelände zu überwachen. Und wenn man die jetzt natürlich manipulieren kann, kann man insbesondere auch die Sicherheit umgehen, die das Gerät eigentlich zur Verfügung stellen sollte. Eine Sicherheitskamera, die nicht sicher ist. Ganz genau, darauf läuft es hinaus. Sicherheitskamera ist nicht sicher. In both Germany and Holland, NAS devices sell well. NAS stands for Network Attached Storage. And they are usually simply a large hard disk for storing films, music, and backups. Once again, salesmen are reluctant to point out the risks. What is het voordeel van zo'n NAS boven een normale externe harde schijf? Een NAS die sluit je aan op je router. Die NAS wordt dan een centraal geheugenpunt. Ja. Dus dan kan je bijvoorbeeld van een laptop kan je een filmpje kijken die op die NAS staat of je document op. Ja. Maar gewoon een centrale opslagpunt. Al je hardware eigenlijk. Ja. Dus het grootste voordeel is dat je overal via internet ter wereld kan erbij kan. Toegang hebben. Ja, klopt.
Zeker van uitstaan. Dit ding staat in contact met de router. Dus hij staat 24 uur per dag eigenlijk aan? Als je dat wil, ja. Ja. This is an iOmega NAS device, with the accompanying software installed onto our computer. Astonishingly, the iOmega software does not require us to set a password. The default security setting is off. That means the NAS is connected to the internet without any protection. Our research shows that at least 16,000 accessible iOmega NASes are connected to the internet. Often, the information they contain is relatively innocuous, no more revealing than home videos and holiday pictures. All fairly innocent. But confidential information that shouldn't be online at all has also been left unprotected. This includes medical information, as in the case of the NAS of psychotherapist Van der Horst in Amsterdam. He purchased his drive to back up patient files. They are now freely available to anyone online. GP Hoffman in Amstelveen, a personal doctor, has also left her NAS device exposed and used it to back up her laptop, including sensitive patient information. Zou dat soort informatie niet gewoon heel goed beveiligd moeten zijn? Ja, dat is zelfs bij wet expliciet geregeld dat medische gegevens versleuteld opgeslagen moeten zijn. En ik vind dat je daar, daar komt wat meer verantwoordelijkheid bij de eigenaar, of degene, die huisarts die die spullen neerzet. Die huurt waarschijnlijk een ICT-iemand in die dat voor hem of haar regelt. En die moet daarbij wel, vind ik, in deze tijd de vraag stellen, doe je dat op een veilige manier? Both the psychotherapist and the GP declined to comment, refusing to appear on camera. Ich würde sagen, das ist auch schon nochmal ein Unterschied, ob man also als Professioneller zum Beispiel im ärztlichen Bereich arbeitet und Patientendaten hat. Da könnte man sicher argumentieren, die sollten da noch ein bisschen besser drauf aufpassen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich der normale Arzt hat auch nicht die Fachkompetenz. Das ist kein IT-Security-Spezialist. Das heißt, den wird die Sache auch vollkommen überraschen wahrscheinlich, dass es hier Sicherheitsprobleme gibt. A company based at Schiphol Airport also has an open iOmega NAS. It contains an employee passport and confidential correspondence with the police about obtaining an access pass to platforms. The owner of the company was previously based in this office. Bent u op Schiphol-Oost nu? Nee, en wij zijn sinds vorige week ook niet meer op Schiphol-Oost gevestigd, maar in Aalsmeer. In Aalsmeer, aha. Ik ben Nico. Ja. Dag. Hi. Vincent van Wijk, KRO Reporter. Hi. Zijn dit documenten van u? Ja. Ja. Dit is een aanvraag van platformpas van een collega van u. Ja, dat lijkt het wel op. Ja. Ja. Er zit een paspoort van een van uw medewerkers. Ja. Is dit aangiftes omzetbelasting van u? Dat zo ziet het er wel uit, ja. Ja. Hoe denkt u dat ik hieraan kom? Ik heb geen idee. Ja. Hebt u een netwerkschijf van iOmega? Ja. Ja. Dat ding hangt onbeveiligd aan het internet. Dus iedereen kan bij deze informatie. Oh, dat is niet zo heel handig. Want dit zijn gevoelige documenten. Dit zijn gevoelige documenten, zeker. Hiermee zou ik een platformpas kunnen aanvragen voor Schiphol. In ieder geval weet ik nu hoe de procedure in elkaar zit. Ja. Back at Schiphol, KLM has a huge data center for all website, corporate and client information. It's guarded like a fort, with two gates and a security sluice. But the data center's director has left the gates wide open on his home network through an unprotected iOmega NAS containing confidential information. It reveals how KLM went wrong during the 2010 Iceland ash cloud. Contains a presentation that the KLM director gave to board members when they visited the data center and reveals confidential investment plans. You'd expect the director of a data center to know how to set a password. Goedemorgen. Goedemorgen, ik kom voor Martin Duim. Dag meneer Duim. Ik heb een vraag. Waar gaat hij over? Want ik ben
U bent meneer Martin Duin? Ja. Bent u directeur van het datacentrum? Ja. Ja. Wil je stoppen met de camera alsjeblieft even, want ik vind het zulke onzin. Nu mag je er helemaal niet binnenkomen. Ik begrijp hier helemaal niets van. Nee, ik kom u informeren over een groot datalek. Zijn dit uw documenten? Meneer Duin, dit zijn vertrouwelijke documenten van de KLM. Die staan gewoon te lekken op internet. Meneer Duin? The press officer calls later to provide a response to this investigation. Met Joost Rumpel. Oké, u bent van de persvoorlichting van KLM? Ja. Oké. Kan ik even naar u toe komen? Maar waar gaat het precies om? Ik wil u even wat zaken tonen die verband houden met een datalek van Martin Duin, directeur van het KLM datacentrum. Heb ik net geprobeerd daarvan op de hoogte te stellen. Maar die was niet geïnteresseerd in ons verhaal, dus die liep weg. Dus dan wil ik het even aan u laten zien. Ik ben er zo even terug. Ja, oké. Unusually, the KLM director's drive also contained internal documents belonging to ING, setting out their procedures in case of computer emergencies. So how did KLM obtain these internal ING documents? Ja, ik heb al even contact gehad met KLM. Die waren ook even aan het kijken van, wat kunnen we hier uitzoeken? Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met onze gegevens. Het lijkt me dat het voor jullie wel vervelend is dat gebeurt dus. Ja, absoluut, absoluut. Het is natuurlijk sowieso belangrijk dat de informatie niet openbaar is die wij beschikbaar hebben. Het is niet ING die hier blaam treft. Het zijn andere mensen die een iOmega server niet afsluiten. KLM, who caused the breach, again, do not wish to comment. KLM isn't the only multinational leaking data. Unilever manufacture ice cream, margarine, and thousands of other products. An employee's iOmega reveals confidential sales figures. Figures for over 42,000 products, detailing exactly how many Unilever has sold. Sensitive information, not intended for the eyes of competitors. Wat ze bij ons gedaan hebben is kijken hoe kan dit in godsnaam op het internet komen, zeg maar. We hebben natuurlijk gekeken naar het Unilever-netwerk. Nou, daar ligt het sowieso niet aan. Het is een menselijk ding. Laten we zeggen, we zijn aan het kijken hoe het komt dat het elders is. Dat het nu openbaar staat zonder password. An employee at Ballast Needham has also inadvertently revealed sensitive information, leaving confidential plans exposed, contravening company rules. Je mag thuis werken, maar je mag niet informatie opslaan op apparatuur die niet van Ballast Nederland is. En die EOMEGA netwerkschijven zijn dus niet door u bedrijfsmatig aangeschaft? Nee. Mensen willen gewoon gemak. Willen hetzelfde gemak wat ze thuis hebben. En dat je alles op je iPadje of op je tabletje of op je telefoon kan zien. En dat je alles met de pc's bij kan. Dat willen ze ook gewoon voor hun bedrijfsinformatie. Dus ze kopiëren ze en nemen ze mee naar huis. Dat is bijna niet tegen te houden. Even government information is being leaked via iOmega drives. This is the Europol headquarters in The Hague, the international partnership of European police forces. Their network contains top secret information about international criminal investigations on a specially protected intranet. Europol contracted Orange to set up the secure network worth millions. Unfortunately, an Orange IT professional has been using an iOmega NAS device to store hundreds of documents, all containing details about the network he helped set up. Secret information, like Europol passwords. Information that should never have been on the internet. According to Orange, the exposed data is every hacker's dream. However, according to Europol's press officer, it's not as bad as all that. The Orange employee responsible for the breach remains unavailable for comment. Hello, it's Charlie Hester from Europol. Hello, this is Vincent Ferrey from KRO Television. Did you have a chance to look at the material? My experts told me Orange has a problem. Fortunately, we don't have a problem. Because this is on a system which is not on the internet. You can't access it via the internet. You only could access it via if you're a member of this system, meaning an agency or Orange. So it's not for the normal hacker. Yeah. We have two different systems.
This system is totally different from our internet system. This we can't even access from wherever. Yeah. And what is your feeling towards Orange now? You know, 80% of the data breaches here are not done because hackers come in here, yeah, just because of not taking care of the data like this year, or from inside jobs. Yeah. So it's not that we are surprised. So are iOmega able to provide an explanation? How can so much data be out there unprotected? Het feit is dat dat ik hier een lijst heb met 16.000 IP-nummers. En op al die IP-nummers staat een open toegankelijke iOmega netwerkschijf. Van over de ganse wereld? Ja. En in Nederland ruim 1200. Dat is heel veel. Waar dat u zo allemaal data aan kan, dus geen enkele van die 10.000 users heeft zijn security geenabled, zeg maar. Nou nee, dat is niet het probleem. Het probleem is dat iOmega het niet enabled heeft. Oké, ik begrijp het. Ik was hiervan niet op de hoogte, dus ik ga me even bevragen bij de juiste personen binnen onze organisatie hoe dat kan. A week later, there still has been no response. This is the iOmega head office. Ik kom voor Philip Jolik. Philip Jolik. Ja, mag ik plaatsnemen? Heeft u een afspraak met meneer Jolik? Nee, hij weet waar het over gaat. Meneer Jolie, die zou daar... Nee, ik ben niet Jolie. Nee, maar aangenaam kennis te maken. Er staat 30.000, sorry, ik moet even goed zeggen, 30 petabyte. Dat zijn 30 miljoen. Maar stop hem maar. Ja. Want meneer Jolie is er niet en die komt ook niet terug. Dus ja. Op dit moment staat u nee, maar kijk, als meneer, te wachten. Meneer Jolie hebben een week geleden geïnformeerd en gevraagd om een reactie te komen. We zijn nu een week verder, we hebben niets meer van meneer Jolie gehoord. Ja. Hij neemt zijn telefoon niet op, hij reageert niet op zijn e-mail. Ik hoor wat u zegt, maar de camera loopt en wij hebben er niks op te zeggen. Ja. Dus dan gaan we een stapje hoger. U bent nu een statement maken naar mij toe? U bent toch het moederbedrijf van iOmega? Ja, maar dat had u wel lang zelf uitgezocht, toch? Ja, maar nou, goed, als hij niet wil antwoorden, vraag ik het aan u. Ja. Waarom staat er 30 miljoen gigabyte aan iOmega schijven openlijk aan het internet te lekken? Ja, en u mag mij wel een vraag stellen, maar ik heb net al gezegd dat op basis van een lopende camera wij niet van plan zijn met u te gaan praten. Zeker niet op basis van informatie die wij niet kennen. Welkom bij Voicemail. Philippe Jolie. Is niet beschikbaar op dit moment. Meneer Jolie met Verwij van de KRO. Ik heb u een week geleden geïnformeerd over een groot beveiligingsprobleem met de iOmega-schijven. Ik sta voor kantoor, maar u bent er niet. En we willen toch graag weten waarom dat 30 miljoen gigabyte aan iOmega-schijfruimte staat te lekken op internet. Dat zijn de vertrouwelijke gegevens van KLM, Europol, van artsen. Dus waarom reageert u daar nou even, niet even op? Das ist schockierend. Das darf absolut nicht sein. Und es zeigt auch, es ist jetzt nicht die Nachlässigkeit der Fehler von einem individuellen Benutzer, sondern das ist im System drin. Die Geräte wurden falsch entworfen. For the most part, users are unaware. And we can't educate all of the users all the time. It's much easier to convince the companies that sell millions of devices worldwide to change their practices. And then of course that affects all of us and makes all of our lives better. Er zijn mensen in iOmega die gewoon precies weten hoe dit werkt qua veiligheid. Maar dan heb je ook weer dat die techneuten heel vaak waarschuwen en zeggen, jongens, dit is gevaarlijk, dit moeten wij gewoon dichtzetten. Maar dat marketing dat allemaal veel te veel gedoe vindt om dat weer te gaan uitleggen. Dus dan heb je... Het uitleggen van een feature kost heel veel moeite. En dan delven ze het onderspit. Zij moeten ook aan de bak om de veiligheid hiervan te vergroten. Although iOmega's Philip Joy was not available for comment during this investigation, his American colleagues offered the following official response. It was actually, you know, great of you to discover this and call out this issue and the usability issue that we have in the product for ease of use in the home experience. We make the devices public and we have security disabled. And what we plan on doing in the next release is informing the customer when he sets up remote access to not only enable security, but what we plan on doing is making it so we tell him, these are your folders that you have exposed. You know, we will secure them automatically for you. So basically you're saying you're going to a default secure state, and if the customer deliberately wants it unsecure, then he has to change the settings and make it unsecure. Exactly. That's the approach we're going to take. iOmega's new secure software version will be out in February. Until then, users will have to secure the devices themselves.